gelijk die tweede rij wegen schuiven als een mannen. Ja, hij schuift hem. Ja, bij ons ga je de buurt een stukje door. Die heeft een badje op de bus, die heeft te staan, niks meer. Maar we kunnen met Peter wel een badje aan de trekker hangen. Hij schuift hem. Heel zeker. De 615e LSA. Gaat eerst een aanslag op die 88 van zijn voorganger plegen, maar hij wil meer. Hij wil door. Ja, dan worden nog 8 tegen zware punten, zeg ik. Ja, oké. Kijk, en je hoeft natuurlijk ook niet alles te vertellen wat er hier gebeurt, hè. Dat is natuurlijk ook zo. 83 meter, 57 als je hier wilt krijgen. Iets onder die 16 meter. Dan kan ik even voor de lucht van de buik lopen. Gerda Dirksen. Ach, komt ze uit, ik denk dat het net Veenendaal is. Ja, Renswoude, Veenendaal, Renswoude is het, zie je hier. Met de Volhomium. De goedlaagse Gerda. En Gerda die denkt, ik zie geen strepen, die zoekt de buitenkant van de baan op, hoor. Jawel, heb Gerda goed bekeken. Ach, getverderrie. De Volvo weer. Oh, krijgen we aan de andere kant ook weer ik denk een wat hetere machine. Klein beetje. Ik denk dat wij hier afgesproken werk. Dat Arjan Aalboom die zijn proeftrek nu tot een definitieve afstand in gaat zetten. Razend benieuwd zijn na de verrichtingen van beide via de Rijksdienst. Daar mag je toch maar verwachten dat voor nummer 3 hier gereden gaat worden, jongens. Voelboel nummer 93 staan dat en een Arjan Haalboom om de eerste te neer te gaan zetten. Maar ik denk hier in de 4,5 dat we vandaag geen voelboel nodig hebben om winnaar te zijn. Ik denk het. Want aan het begin van die 80 meter, daar moet er toch veel gaan gebeuren. En voorlopig Arjan onderweg met Sofia de 850. Ik ga door die lezen, joh. Zal mij een foto's pakken, zo. Maar door rustig aan, doen wij ook, vriend. Ja. Ja. Zo, hé, daar. Ik ben er nou toch. Blijf wel leggen, denk ik, zo. Ja. Goed, zo weer, neem ik wat meer. Ja, ik denk dat ik het aan. Hij pakt wel goed op die koppeling. Jawel, dat doet hij wel. Lekker al, Tobias.
Ja. Koos van Maurik met de Freek. Wil absoluut op maximale afstand neerzetten om die andere voor te maken.